Overtreding van Heilen. Snel genomen vrije trap. Bal kegelt daar een beetje, of wordt een beetje heen en weer gekegeld. Overtreding was het van Badji. En dan dansen de poppen. Badji stevig met dat linkerbeen, linkervoet. Op de voet van Izquierdo. Tweede minuut, eerste vrije trap. Voor Brugge. Laurens de Bok inswingen. Kopbal! En Proto voor het eerst. Het is de kopbal van Laurens de Bok. En de vrije trap van Ruud Vormer. Goed begin. Ook voor Proto. Balverlies. Badji weggegeven aan de Bok. Izquierdo gaat lopen. Badji achter hem aan. De Donker wacht hem op. Diaby. Ja, Diaby goed. Van Aken nog beter. Mooi in de rug van. Ze zijn met twee. Hans van Aken. Blok van Nuitink. En de Bok. Corner. Corner Vormer, daar wachten ze op. En de kopbal van Denswil gaat helemaal mis. Van Aken, Claudemir. Hier komt Diaby, daar is Proto. En Vormer ineens, en Nuitink. Proto is blijven liggen. En dus onderbreekt Verbist het voetballen. Zijn voet ging hoog, maar keek geen halve seconde naar Silvio Proto. Diaby. Proto eerst op de bal. En dan voelt hij de voet van Diaby. Je hoort het, denk ik. Het is de 23e minuut. Dit is Izquierdo. Flitst weg bij de Donker. Gaat langs Tielemans en geeft de bal aan Meunier. Kom eruit, zegt Hazi. En daar is de goal. Abdoulaye Diaby. In de sterke leeminuut. Een eerste goede driehoek. Buitenom van rechts. Predom geeft met dat molentje aan dat het zo echt moest. Noem het een hommage aan François Sterkelé. Meunier voor het eerst met een goede voorzet. En Diaby, geen al te grote spits, maar wel een spits. Het is een 14e doelpunt. Het eerste in de Club Brugge Anderlecht van 15 mei 2016. Abdoulaye Diaby op aangeven van Thomas Meunier. 1-0. De wedstrijd is even onderbroken. Hierom. Een vlammetje op het veld. Dat is een flauwe bal hoor, die van Heilen. Claudemir voor de neus van Tielemans. Diaby puntert de bal in het zijnet. En voor Brugge aan de goede kant. Op wat seconden na, net geen 29 minuten gespeeld. Blunder van Michael Heilen. Nuitink wil het meteen opkrikken, maar als je naar de lichaamstaal van de meeste mensen hier kijkt, dan voelen die titel wel heel, heel erg dichtbij komen na amper een half uur spelen. Dit is niks, dit is een weggever. En dan profiteert Claudemir en dan doet Diaby het fantastisch. Wat kunnen ze mooi zijn, die in het doel geprikte, gepunterde ballen. Zijn tweede van de middag en dan zit hij voor de competitie aan 15. Tielemans kon het niet meer redden.
Claudemir legde klaar. En de killer is Diaby. Al twee keer. Op Kaka. Hier komt Adjiampong. Hier is Adjiampong. Daar komt Butel. En hier praat. Nee, het is Djuricic en hij trapt ernaast. Adjiampong nog. En de Donker. En dan Denswil. De hoekschop nog voorkomen door Butel. Alleen dit is een mogelijkheid om de crisis, de 2-0, weg te voetballen. Snel tegenscoren. Eerst Adjiampong, dan Djuricic. Bij de rust is het 2-0. Twee keer Diaby. Vrije trap, Proto. Okaka. Adjiampong sneller dan Meunier. Adjiampong. Die van Brugge wuiven het weg. En Simon zegt ronduit, het was een duik. Hier komt Meunier. En daar is de val en dus de duik. Denswil doet mee naar voren. En schuift nog verder door. Vormer kan trappen. Eerste kogel in de tweede helft. Diaby nog, Van Aken nog. Maakt de bal vrij. Ruud Vormer opnieuw. En Nuitink, de specialist van het blok de jongste weken. Twee keer een ferm schot van Ruud Vormer. De eerste gestopt door Proto. En hier gaat Nuitink voor liggen. Meunier. Vormer. Izquierdo! Heerlijk. Vol op de wreef van de linkervoet. Oei, een bom in de 16 meter. Het grootste slachtoffer lijkt er eentje van Brugge. Ook al gaat een Donker zitten. Onverstandig. En een domper op deze manier op wat de match om de titel is, voor de titel is. 2-0 staan ze voor. Waarom doen jullie dit? Gaat Michel Preud'homme vragen. Oeh, dat was dichtbij. De Donker in eerste instantie. En zelfs Björn Engels, toch een eigen krijger, komt niet ongeschonden uit de strijd. Naar binnen. En even wachten op het vervolg van de match. De man met de bom willen ze eruit halen. Maar wie is de schuldige in dat volgepakte vak? Oproep om meer sportiviteit vanaf de tribunes. Ze kunnen er weer aan beginnen. Claudemir. Vormer. Wat staat hij daar slim? Daar is zijn voorzet. Drie man in de box van Brugge. Kopbal van Aken. 3-0. Die werkt ook aan zijn cijfers in de titelmatch. En wat ze in handen hadden, trekken ze nu tegen de borst aan. Hier zelfs worden mensen letterlijk tegen borsten aangetrokken. Het is 3 tegen 0. Wat kan er hen nog gebeuren met 29 minuten te spelen? Daar hangt de tong van Proto. Slimme Vormer hoor. Met de neus voor de juiste positie. En met een rechtervoet voor de juiste trap. En dan de kopbal van Hans van Aken. Zijn 10e doelpunt van dit seizoen. Ja hoor, dat voelt goed. De sjaals waren al klaar. Hier komt een corner met Vormer. Daar is Denswil. En was dat Hens van Heijlen? Ja, dat was Hens van Heijlen. Verbist luistert naar Wim Smet die daar achter het doel staat. Ja hoor, de hand. Simons laat zien wie de kapitein is en wie de baas is. Herinner u de vorige keer, dat was hier tegen Waregem, dat opstootje met Diaby. Die heeft er nu al twee in liggen.
Hij gaat die vierde maken, denk ik. Ja hoor, Tammy Simons, 4-0. Anderlecht slikt hier 4 pillen. En Tammy Simons wordt nu zonder twijfel de oudste veldspeler ooit die een titel in onze competitie mag vieren. 4-0. Heerlijk beeld van Preud'homme bovenop José Izquierdo. De laatste wissel is die voor Tammy Simons. Hij maakt Ruud Vormer tot de kapitein van het elftal. Bewonderenswaardig deze man die in december 40 wordt. En die moet beschikken over een ijzersterk gestel. En in ieder geval ook over een zeer professionele manier om in het voetballeven te staan. Er is maar één Tammy Simons, zoals er ook maar één Davy de Vouw is. Einde van de match. Anderlecht was een figurant hier vanmiddag. In de kampioenenmatch wint Brugge met verve. En het blaast Anderlecht uit het Jan Breydelstadion. 4-0 is hier de eindstand. En kijk naar de ontlading bij Michel Preud'homme. Hij betrekt er iedereen bij. Hij geniet ten volle van de uitbarsting van de Brugse vulkaan. Die 11 jaar heeft drooggestaan. Daar valt Michel Preud'homme in de armen van Vincent Manhart. Iets waar ze ongetwijfeld belachelijk lang naar uitgekeken hebben. Zij zijn de trotse en verdiende kampioen van 2016. Brugge is nu officieel gekroond als kampioen van de jaargang 2015-2016. In de voorbije 10 seizoenen 1 keer zesde, 1 keer vierde, 6 keer derde en 2 keer tweede. En dit is die telt. De eerste plaats. De 14e titel.